Kijk dit dan, joh. Hé, jongens, zonder handjes, hè? Woehoe! Hallo daar, ik ben Florian en ik loop stage hier bij ANWB Experts. Op dit platform kun je al je vragen stellen die onze experts zullen beantwoorden. En ik kwam net toch een vraag tegen. Rijhulpsystemen, hoe betrouwbaar zijn ze en zijn ze een beetje makkelijk te gebruiken? Bijvoorbeeld tijdens het inparkeren. Om dat te testen rijden we nu in een spiksplinter nieuwe wagen en heb ik Dennis meegenomen. Hi. Dag Dennis. Waarom ben jij nou de ideale kandidaat om deze systemen uit te testen? Nou, ik heb pas sinds 2 weken mijn rijbewijs. En even tussen jou en mij, ik vind dat file parkeren nog steeds ontzettend lastig. Ha, nou ja, weet je wat? Dan hou ik ook gewoon even een oogje in het zeil, want dan komt het vast goed. Dat hoop ik. Hé, hey, ik zie hier een plekje. Okay. Doe het eerst eventjes zonder rijhulpsysteem en dan met rijhulpsysteem, oké? Okay? Ja, is goed. Zul je even buiten kunnen kijken? Ja, ik ga je helpen. Kom maar hoor. Ja. Anders doe je even je raampje open. Wat? Ja, kom maar. We hebben alle ruimte. Wanneer moet ik insturen? Ja, ja, gaat nou een beetje schuin erin, hè? Oh. Kom maar. Kom maar. Oh, 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 oh. Ja, nee, goed zo. Ja. Nou, Dennis, hoe vond je het gaan? Nou, ik sta erin, maar het kost me wel een aantal keer steken. Hey, hoe zou je het vinden om het nu met Active Park Assist te proberen? Ja, dat klinkt goed. Nou ja, daar heb ik wel assistentie voor nodig. Nou! Mannen, jullie hebben hulp nodig. Ja, Erik, je komt als geroepen. Vertel het ons. Ja, we gaan file parkeren met behulp van het Active Park System. Oké. En druk maar eens op die knop. Op deze? Ja. Oké, gaan we nu vooruit rijden. En het systeem zoekt nu met behulp van sensoren of er een plek is aan de rechterkant waar de auto in kan. Heeft hij een plaats gevonden, krijg je instructie een stukje vooruit rijden nog. Stoppen. Dan zet je hem in zijn achteruit. Achteruit? En een stuur loslaten. Een stuur loslaten? Stuur loslaten. Ja, laat de remmen los. Ja, oké. Okay. De computer gaat sturen. Ik doe sturen. Niks! Nee joh! Ik doe echt niks! Je geeft geen gas, dit is alleen maar puur... Ik haal alleen de rem. Verzet hij alles zelf, kijk, nu zegt hij stop. Kijk dan. Dit is bizar! Zo, en we staan. Nou... ging dat vlot of niet? Ja, het rijdt wel zelf terug en hij doet voor alles, joh. Echt heel soepel, heel snel. Nou, waanzinnig, man. Dat wil ik ook proberen. Veel moderne auto's zijn tegenwoordig uitgerust met slimme rijhulpsystemen. Door gebruik te maken van meerdere camera's, radartechniek en slimme sensoren kan een auto als het ware om zich heen kijken. Een krachtige computer kan uit die data onder andere herkennen hoe de weg loopt en wat het verkeer om de auto heen doet. Niet alleen kunnen de rijhulpsystemen de bestuurder waarschuwen of informeren, ook kan het assisteren in de besturing van de auto. De Lane Assist-functie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je binnen de lijnen op de weg blijft. Adaptive Cruise Control houdt automatisch een veilige afstand aan tot de voorganger op de weg. Bij gevaar van bijvoorbeeld een overstekend persoon kan de auto zelf een noodstop maken. Deze rijhulpsystemen maken een auto nog niet helemaal zelfrijdend. De werking van deze systemen is afhankelijk van de kwaliteit van de sensoren en computer. De sensoren moeten uiteraard altijd schoon zijn en goed worden onderhouden. Maar zelfs dan kunnen er specifieke omstandigheden zijn waardoor het systeem niet foutloos functioneert. De bestuurder moet dus nog altijd zelf de controle over de auto houden. Nou, hij moet je opletten. Kijk, kijk dit dan, joh. Hij gaat gewoon volledig automatisch. Hé, jongens, zonder handjes, hè? Woehoe! Klaar. Nou, waanzinnig dit. Ik wil het ook later in mijn volgende auto hebben, hoor. Wat jij? Ja, ik ook, maar ik ben bang dat ik heel even moet gaan sparen. Nou, top. Heb je nou ook een vraag voor een van onze experts? Stel hem dan op het ANWB Expert-platform.